Welkom, sappige fruitvliegjes. Welkom bij een nieuwe aflevering van No Limits 2. We gaan dit keer weer 3 achtbanen bestrijden tegen het kwaad in Davinsto Games. En we hebben 3 achtbanen en ik heb pas gisteren heb ik geloof ik de laatste achtbaan opgestuurd gekregen. En dat was de derde en zo kon ik dus een serie starten. Diagon Lake. Het zijn 3 achtbanen die ingezonden zijn of gemaakt zijn door jullie, de kijkers. Dus zeker weten, mijn complimenten alvast voor het inzenden naar mijn e-mailadres van deze achtbanen. Ik ontvang er heel vaak leuke concepts en echt, ik geniet er echt heel erg van en ik hoop dat jullie dat ook doen. De eerste achtbaan wordt gereed gemaakt. En wauw, dit ziet er leuk uit. Wat een leuk begin al. Leuke bochtjes. Oh, dit is echt grappig joh. Wauw. Oké, nou de baan loopt niet helemaal recht naar boven. Misschien wel een beetje onrealistisch, maar hij gaat lekker snel. Hij maakt wel een tempootje. Ik ben heel benieuwd naar deze achtbaan. Is het niet de achtbaan die we eerder hadden gedaan? Ik weet het niet. Wow, wat gaan we snel. Hoppakee. En dit is de eerste ingezonden afbaan Diagon Lake ofzo. Wow, scherpe bocht. Maar het is heel lastig om een coaster te maken. Dat kan ik uit ervaring vertellen aan jullie. Volgens mij was dit die hele snelle achtbaan. En ik denk dat jullie dit nog kunnen herinneren. Ik denk het wel. Er zit een rem in. Heel tof gedaan. Oh, dit is gaaf. Dit is veel beter qua snelheid. Absoluut. Een bochtje. Alhoewel, hij is niet vloeiend. Maar hij is wel, als het net als die vorige achtbaan is. Want dat weet ik even niet uit mijn hoofd. Volgens mij wel. En anders excuus als ik het mis heb. Hij is wel verbeterd ten opzichte van de vorige versie. Maar ik kan me niet meer herinneren of dit nou een verbeterde versie is of een nieuwe achtbaan. In ieder geval, hij is nog wel onrealistisch met de beetje scherpe bochten en zo. Maar hij ziet er wel fantastisch uit. Ik wil er wel nog eventjes doorheen gaan. Want ja, bijvoorbeeld deze bocht en zo. Je ziet al aan de model dat het echt heel erg niet eruit ziet, zeg maar. Dat deze knik in die baan hier, je ziet ook aan ja, hier een beetje aan. Dat dat niet echt heel netjes staat. En ja, op zich liep die wel soepel. En ik vond dit ook wel heel erg leuk. Maar dit was ook weer te stijl, dit. Echt te stijl voor een houten achtbaan. Wel leuk dat hij een reuze had en nog zo'n Enterprise op neergezet. We gaan naar de volgende achtbaan en dat is... Even kijken, we hebben een update gedaan voor rollercoaster, dus wat is dit? Moeten we... Oh, we moeten op kruisje klikken. Oké, dat is een vernieuwing in het spel, ik weet niet. De Jack's Coaster. Hij heeft gelijk een foutmelding. Waiting for script. Kan ik die foutmelding wegkrijgen? Dat zou heel mooi zijn namelijk. En we zitten in de achtbaan, ik ben heel benieuwd. Jack's Coaster heet het geloof ik uit mijn hoofd. Jack's Coaster, ja. En hij heeft heel erg aparte ondersteuning vastgemaakt aan de berg. Oh, dat ziet er best wel leuk uit, joh. En we zijn al boven. Het is ook een hele aparte vorm van een achtbaan. We gaan ook door de berg heen in een koker. Oh. Nou, dat gaat wel lekker soepel, dit. En lekker een vaartje. Hij heeft 2 kleuren gekozen, natuurlijk rood en zwart. Staat wel heel heftig. Beetje drakenkleuren lijkt het net. Oh, en hier maakt hij nog even een lancering. We gaan door ringen heen. Oh, dat geeft een apart effect. Zo, dit is echt wel een heel, heel groot baantje. Helemaal niet compact of zo. Oh, leuk, die ondersteuning heeft hij ook leuk gedaan zo in het water. Nou, vormgeving vind ik echt wel heel vet gedaan. Oh, eerste keer over de kop. Een soort van. Het is zo'n twijfelgeval, weet je wel. Toen jij van, nee, ik ga niet over de kop. We gaan weer terug. Hier verlies je wat vaart. Ik denk dat nu al het einde naderen. Of er is nog een lanceerstukje ingeplaatst. Ik ben heel benieuwd wat er gaat gebeuren. Ik denk dat we hier wel ongeveer naar het einde gaan van de baan. Ja. Oh ja, je hebt ook een eerangeerstuk heeft hij gemaakt, zoals je ziet. Dat heeft hij best wel leuk gedaan. Nou, voor een eerste achtbaan vind ik hem leuk. Ik vind het jammer dat het station niet helemaal strak recht is. Ik wil even doorheen vliegen. Maar qua vormgeving en die bergen en zo ziet het wel een beetje te punterig, denk ik.
als ik een beetje moet gaan zeuren, het lijken net, jeetje, het lijken net naalden. Nee, maar even kijken hoor. Nou, dit ziet er leuk uit. Leuke tunneltjes gemaakt. Leuke omgeving heeft hij erbij gedaan. Ik vind het een hele leuke coaster geworden. We gaan naar de volgende en laatste coaster. De Thunderscream. Je kunt maar beter aan het eind van de toetakeling wachten. Staat er zelfs bij. Een persoonlijke message. Je kunt beter wachten tot het einde van de toetakeling. Ik ben benieuwd of deze achtbaan heel hard gaat worden. Of het is echt een achtbaan die heel langzaam wordt toegetakeld. Ik ben ook echt heel benieuwd. Misschien gaat het wel om een houten achtbaan of zo. Zo mensen, we zijn in de achtbaan. Het duurt echt heel lang voordat hij was geladen. Dus ik ben ook benieuwd. Volgens mij wordt dit ook wel best wel een grote coaster. Ik vind een hele brede baan zie ik. En dat maakt het al heel gaaf vind ik. En nou, het valt best mee met toetakeling dat het echt lang duurt. Ik heb wel eens voor hetere vuren gestaan in No Limits. Dat zeker. De rookeffecten zie ik al. Nou, waarom zou ik dit over moeten slaan? Ik vind het toch best wel leuk zo op deze manier. Trappetjes ook. Oh jee, we gaan een stuk langzamer. Hij heeft het langzamer gedaan. We stoppen nu. Ik zie dat daar blokremmen worden gebruikt. Dus dat er twee keer wordt toegetakeld, heb ik het gevoel. Ik ben echt heel benieuwd, want het ziet er mooi uit. Ik zie ook een houten achtbaan in de verte. Dan vind ik eigenlijk dat we die ook nog wel moeten doen in deze speciale aflevering. Oh jee. We gaan naar beneden. Lange karretjes, merk ik al, aan het snelheid die we maken. Leuk bochtje. Oh, we gaan gelijk over de kop. Oh, dat was een niet zo leuke knik, denk ik. Dat zou ik niet zo leuk vinden als ik dat gevoeld heb. Ik denk dat de trein te lang is om de vaart erin te houden, heb ik het gevoel. Ja, dat denk ik wel. Ik denk dat de trein te lang is voor... Ik kan het ook niet zien. En ik moet natuurlijk niet... Oh, we staan bijna stil, joh. We staan gewoon bijna stil. Ja, we staan stil. Op... In een kurkentrekker. Dat is een soort van niet fijn gevoel, denk ik. Die mensen staan gewoon op z'n kop, staan ze heel de tijd vast. Nou, er gebeurt niet veel. Ik vind het dan wel redelijk om even het ritje af te maken, een soort van. En nou, je gaat hier dus verder omhoog. En hier zit er dus nog een hele vette afdaling in. Een hele grote looping, maar die hebben we dus niet kunnen zien. Ik snap het echt niet wat er is gebeurd. Nog een leuke daling, krijgen we een bocht. Dan gaan we langs, we gaan heel erg schuin. Dan gaan we nog een stuk naar boven, naar beneden. Naar boven, naar beneden, gewoon een paar drops. We gaan hier nog een hele scherpe bocht maken. We komen bijna tegen de andere baan aan. We maken een heel rondje over het water heen. We maken nog een paar van die drops. En we komen bij het einde van het station. Misschien is het wel redelijk om deze achtbaan te vervangen met de houten achtbaan. Misschien denk je, Vincent, waarom kom je er nu pas mee? Het is wel zo eerlijk. Ik vind wel dat diegene die dat heeft ingestuurd heeft, dat hij wel recht heeft op een redelijk fatsoenlijke baan. Maar ik zie geen karretje staan. Ik ben een beetje... ik snap hier geen moer van. Ik denk dat dit een fout is van diegene. Nou, dan kiezen we gewoon die baan. Ik wil nog wel één keer proberen. Maar heel de baan staat vast, zie je dat? Ik wil gewoon nog één keer die baan spelen. Thunderscream. Ik wil gewoon weten of hij het echt doet. Nou ja, de achtbaan haalt het gewoon niet. Ik heb hier niks aan gedaan. Hij doet het gewoon weer niet. Hij blijft gewoon hier hangen. Hij is gewoon niet goed getest, denk ik. Nou mensen, bedankt voor het kijken. Dit was de achtbaan. Ja, ik kan er niet zoveel van maken. Ik denk dat de tweede achtbaan heeft gewonnen, aangezien deze gewoon niet heeft gedaan. En nou ja, wil je de achtbaan insturen, dan kan dat altijd via vincebritz@gmail.com. Stuur een e-mailtje. En we gaan ook zeker nog binnenkort een eigen achtbaan maken, want dat heb ik beloofd. Maar Tim, daar wacht ik even op tot hij tijd hebt. En als ik tijd heb, kunnen we daar even samen een video voor maken. Dus houd het in de gaten, mijn kanaal. Bedankt voor het kijken. Vergeet niet te abonneren en te liken van deze video. En tot de volgende keer. Doei doei!